Oei. Dit is de Mechanicast en dat is de Andy. Dag Andy. Hallo, Ray Jones of Jens, wat ik je moet noemen van de podcast. dat is allemaal goed. Ze kennen u misschien al, want jij hebt nogal eens meegedaan, omdat ik af en toe gewoon mijn eigen maten uitnodig. Omdat, dat is verrassend genoeg, en ik heb dat altijd al gehad, mijn hele leven lang. En ik merk dat bij veel van mijn klanten dat. Ja, dat is een soort alleenstaand feit, een striplezer. Het is niet dat je als maten een collectief bent met ah ja, ik heb een maat en die leest evenveel strips als ik. Nee, hè. Dus jij bent ook niet zo'n grote striplezer. Maar toeval wil is wel dat je mijn doelpubliek bent. Waarom? Eigenlijk zou jij voor mij een ideale klant zijn. U bent net 40 geworden, dus dat betekent dat je wel ondertussen een goede job hebt, dat je uw centen verdient. Je hebt twee bengels die net Klopt. opgroeien zijn, dus dat zijn ook twee potentiële klanten. Dus dit Ja. is, jij bent voor mij nu de ideale om reclame te maken van de eerste zaterdag van de maand, mei. May the fourth be with you. is het Free Comic Book Day? Is dat u bekend? Dat is mij zeker bekend. En Ik jij ben zei al eens. daar vorig jaar naartoe geweest met de twee kindjes. Ah ja, En oké. die waren allebei ontzettend onder de indruk. Okay. Ja. De Hoe oud zijn uw oudste is. kinderen? Onze Bart is 8 en Fran is 4, maar dus vorig jaar 3 en 7. En hij is een ongelofelijke Spider-Man-fan. Dus die is in uw winkel wel aan zijn trekken gekomen. Ja. En ons Fran was vooral onder de indruk van de paar cosplayers die daar wel Ja. rondliepen. En die heeft er nog lang over aan het vertellen geweest. Dus ja, was tof. Waaronder mezelf, denk ik ook, hè? Niet? Ja, als Peter Parker Van op zijn weg terug. ja, op Into the Spider-Verse, juist. Ja. Nee, ja, bij de dingen is dat al duidelijk, bij de Wart. Dat voor het moment toch een grote superheldenfan is. Zie je dat bij Fran in iets evolueren? En daarna al zo'n indruk van, Nee, is nog dat, of is niet. dat nog Maar te vroeg? zij kijkt op Netflix wel naar die of op Disney Plus die Spidey Friends. Dat is zo, ja, het verhaal van Spider-Man, maar dan echt voor de kleinste kindjes. En dat vindt ze Dan, wel dat tof. is al interessant voor Sabiet, houd dat maar al in het Ja. achterhoofd. Oké. Maar dat hoeft niet per se dat te zijn, hè. Het hoeft niet per se superhelden te zijn, maar zie je dat ze, want ja, zelfs voor die jonge leeftijd zijn er al van alle franchises en toestanden. Wat is dat? Vroeger was dat Paw Patrol en we hadden allemaal. Is er Nog zo. zoiets waar Asena zot van is? Of Peppa Pig? Of wat is dat allemaal? Ik heb geen kinderen, dus ik heb nog geen idee van. Ik denk dat we stilletjes aan uit de Peppa Pig fase aan het uitgooien zijn. Ja? Wat trouwens echt een ongelooflijk onderschat programma is, want er zit eigenlijk veel onderliggende humor voor volwassenen in. Ah, oké. En nu is het wel zo wat meer, ja, Paw Patrol begint ze zo'n beetje te volgen, dan die Spidey Friends. Als ik het verkeerd zeg, verbeter mij Nee, gerust. Ik volg niet alles wat ze nee. zie. Alleen, jammer genoeg, is zij wel lid van de YouTube generation. En wat ze daar Ja. allemaal te zien krijgt, dat is soms echt Ja. wel Ja, dat om gaat uw alle oren. kanten uit, hè. Voilà. En uzelf? En ik ga uw vrouw er ook bij betrekken, hè, Fieke. Heb je golle zelf een kon makkelijker maken misschien? Wat zie je golle gij? Is er een bepaald genre dat er echt tussenuit springt? Want ik weet bijvoorbeeld, onlangs zijn wij maten, ah ja, van zij die aan het kijken zijn, je ziet dat niet vaak, maar als ik met mijn maten babbel, ook als ze live in de winkel een mechanicus doen, ja, dan drinken we wel gewoon pintjes, hè, een duveltje of zo. Uiteraard is het nu 20:15, dat mag hè. Nee, we gingen naar Dune zien en jij wou niet mee, omdat je de eerste, naar de tweede Dune, en jij vond de eerste misschien wat langdradig of zo, ik weet het niet. Ja, dat klopt. Ik vond ten eerste inderdaad langdradig. Nu, om de film te nuanceren voordat ik hier nog banger over mij kan krijgen. Ik heb die film ook gezien na een shift van de eerste na een shift van 16 uur. Dat is S'nachts genoeg. begonnen en dan s'avonds eerst gaan eten en dan de film. En dan na 2 uur en half had ik wel iets van: oké, goed, kon er hier nog iets gebeuren of anders ging ik Ja. zo'n beetje weg. En toen Ja. dat er uiteindelijk heel veel gebeurde,
richting cliffhanger voor de volgende Dune, dan was ik eigenlijk al afgehaakt. Dan En hadden uw mening al gevormd. ja, komt er nog eens bij dat je die nu zich gewoon zien, ook in een periode dat je een paar lange shiftjes had. En dat ik hem nu zedig deze keer gewoon wijselijk heb laten passeren. Dus, Oké. maar ik ben niet anti de film. Ik zou hem eigenlijk gewoon nog eens in andere omstandigheden moeten terugzien. En Oh ja, ik denk dat je dat met z'n tweeën samen eens thuis moet zien op 2 dagen tijd. De eerste dag de eerste en de tweede dag de tweede. Dan gaat het ook al, je hebt ook een redelijk grote tv bij jullie thuis. Dan gaat dat ook wel binnenkomen gelijk dat moet binnenkomen. Zo. Dat is nu wel zo het charme dat ik beter alleen zie, denk ik. Ah, oké. Wat Ja, ik zie denk je... niet aan ons vier echt zo in dat sci-fi gegeven zit. En het spreekt er gewoon niet aan, of hè? Goh, qua sci-fi hebben we elkaar een beetje kunnen overtuigen met de boys. Dat vond ze goed. Ah, Maar mooi. zo, vanaf het zo richting aliens en verre planeten gaat, dan denk ik dat ze wel afhaakt. In een vage blik van wat de hel ze allemaal ons zeggen. En Ja. dus, wat kun je het dan omschrijven? Als je dat zou zeggen. Iets dat je samen zou zien, of wat verhalen, kreeg je gollegeren. Dat is een moeilijke, hè? Vooral zo true crime Ah ja. zien wij wel graag. Misschien Zo. moeten we het met Fieke ook nog eens proberen met de Three Body Problem op Netflix. Oké, Het okay, dat ken ik is zelf niet. sci-fi, maar eigenlijk heel gegrond. Dat is nu net nieuw. En er zitten sci-fi-elementen in, maar dat is puur verhaal technisch. Het is eigenlijk meer over ja, hoe mensen reageren op bepaalde dingen. Dus dat gaan ze misschien wel toffer vinden dan ze met true crime of mee. Maar zij is ook psychologe, dus ik neem wel aan dat zij meer hun eigen verdiept in de psyche van de mensen. Dus dan ook als hobby dan blijkbaar. Ja, voornamelijk probeert ze dat wel af te zetten als ze naar een serie kijkt. Het is gelijk, met een achtergrond zit ik ook een beetje af als ik nog naar die dingen kijk, zonder daar verder op in te gaan. Maar, Wat je ja. ook dan eens moet proberen, als ik nog een aanraaier mag geven, is Bodies op Daar zijn Netflix. we halverwege in geraakt. Ah ja, Dat is in oké. die drie verschillende tijdlijnen. Ja, vier Ja. denk ik zelfs. Ja. Ja, just, ja, wij zijn aflevering 4 zijn we erop gestrand. Maar dat is een serie die je nu. We hebben die even on hold gezet. We zijn nu andere Ah, dingen aan het oké. kijken. Nee, We zijn nu tuurlijk. die een Dopesick aan het kijken Ah ja, ook heel op goed. VRT. Cool. Dan gaan we eens kijken, hè, terug. Maar ja, ik wijk graag af om zo ook een beetje de mensen een feeling te geven van wie of wat dat jij zei. Een van mijn beste maten, duidelijk. Maar hier gaat het allemaal over. Het gaat over Free Comic Book Day, the one and only, het ding dat wij... Graag elk jaar vieren. Dit jaar op May the 4th. En natuurlijk, omdat wij ook sinds een paar jaar de eerste zondag van de maand opengaan, is het ook altijd op de zondag daarna ook. Nu, we gaan eens zien wat jij, want ik, uiteraard, jij doet nu even mee, dus ik verwacht u ook dat weekend wel een van die 2 dagen in de winkel. We gaan eens zien wat we voor zowel u. Voor Fieke, voor de Wart en voor Fran in petto hebben. Want voor alle vier die categorieën of alle vier die mensen, denk ik wel dat er wat dingen zijn dat we kunnen vinden. Het begint al direct met iets mega weird. Ik moet het zelf ook ontdekken, want ik heb die dingen natuurlijk ook nog niet gelezen, omdat die dingen pas een week of 2 weken voordat Free Comic Book Day is, binnen in de winkel komen. Nu, sommige dingen zijn staaltjes van dingen die al bestaan. Sommige dingen zijn al voorbodes van dingen die nog gaan komen. Dus er zit manga bij, er zitten comics bij, er zit sci-fi bij. Er zitten ook ja, alledaagse comics bij. Of hoe moet ik het zeggen, meer fi fiction. Of non-fiction. Non-fiction niet, maar er zijn wel veel Ja, ik dingen denk dat die ze er wel fi. fijn noemen. Ik denk het wel. Is het fi? We noemen het vanaf nu fi. Dan roep ik fi voor Ja, Fieke. Nice. alright. Nee, het eerste is alles behalve fi, denk ik. Dat heet Unicorn Crush. Oh, zal ik. Dit is sowieso iets voor mijn dochter, denk Ja, ik.
Pas op, ik denk ook, Another Phoebe and a Unicorn Adventure. Het is van Andrews McMeel. En Andrews McMeel, daar komen wel wat van die typische webtoon-dinges van. Die ze in druk uitbrengen. Dus deze is ook zoiets. Wacht, hè. Love and magic are in the air in this enchanting collection of Phoebe and her unicorn comic strips featuring Phoebe and her one-of-a-kind unicorn friend. Dus ja, young readers will enjoy the caring and comic adventures of this colorful duo. Ja, misschien ook iets voordat we verder gaan. Hierboven zie je het logo dat ze op elk een boek drukken. Groen, stof voor zover dat ik weet, is voor alle leeftijden. Nee, wacht. Wat was het nou weer al? Groen is voor de jeugd. Ah nee, hier staat all ages. Dus alle leeftijden. Je hebt blauw. Potverdikke, ik moet het gewoon opzoeken. Maar ik weet dat rood Enkel voor volwassenen is. smurfen. Ja, en blauw is enkel voor smurfen of die wannen van die planeet met dat water. Oh ja. Ah ja, die seks hebben met De dieren waar ze op D, ronddraaien. Maar ja, de D. deze, ja, is all ages, maar je ziet ook, dit is ook zo'n tekenstijl, dat je wel van, ik kan niet zien wat ik kan vergroten om te laten zien. Het is zo'n cartoonstijl, een beetje Casper en Hobbes-achtige avonturen. Hè? Niet zo getekend, maar het is wel zo een griet met je unicorn, dat zo, is het zelf verzonnen of niet? Je weet het niet, want hier zie je het dan weer zo. Dat is ze dan zelf getekend. Het zit wel wat van alles humorachtige dingen zien. Dus Unicorn Crush, dat is al eentje van jo, voor alle mannen. Dus Ja. in uw geval zal dat vooral voor alle vrouwen zijn. Dus het lijkt mij nog wel leuk om daar het voor te lezen vandaag. Ja, voilà. Het is in het Engels en kan ik dat niet eens vertalen, want anders Ja, gaat het ja, ja. Nu nee, maar er zitten een wel toffe gebaar. dingetjes in, hè. Maar gewoon de kleine dat bijvoorbeeld, hè, dat eerste mopje hier, hey, you wanna hear the highest note I can sing, all right? En dan zegt hij, la. En dan de andere, ja, hè, the unicorn, very nice, would you like to hear the highest note I can sing? En dan doet hij zoiets mega magisch, en dan gaat de garagepoort open. En dan zegt hij, van, ja, komt dan naar de deur aan gezien? Of heb je telekinesis, heb je unicorn telekinesis, dat je dat hebt opengedaan? En dan zegt de ander, whichever of those is more impressive. Dus het zit wel zo ik weet niet of Ja, een kleine dag wil dat zorg snappen. ik het voorlezen dus. Ja, voilà. Je gaat het wel Laten we gewoon naar moeten. de prentjes van de eenhoorn kijken. Nu, in ieder geval, ook gezegd zijn, er gaan met vier zijn. Dat betekent dat ieders vijf comics mag uitkiezen. Dus we gaan zo maar even met 20 comics naar huis. Hè. Dus, Bam! dus per Nieuwe persoon boekenkast geven we er kopen. vijf weg. Dus dat is wel tof. En voor de mensen die ook iets kopen, geven zelfs nog een goodie bag mee. Ook. Of ach, als Fran is lief lacht, dan kan ik altijd wel iets fixen. Niks en zij spaargeld, ze moet maar iets kopen. Alright, dat is de eerste. Er zijn er een stuk of 40, dus dat ze om deze tempo het gaan doen. Ja, dan ga ik ze bieden nog een duvel halen, denk je. klassieker, denk ik. Hellboy, nice. Hellboy. Ken je dat? Heb je er iets van gezien? Dat ken ik. Ik heb de films gezien met die van Sons of Anarchy. Ja, dingen die met zijn brede bakkes. De Ja, echte, oh, hè? ik ken. Ja, die van Moonwalkers. Oh, ik Ja, zou het honderd keer zeggen. er is ook een site van, hè, van katten die op hem trekken. Ja, juist. Ja. Hè? Dat is God juist. damn it. Hoe heet Ja, hem? ik weet ook niet meer wat hem noemt. Dat Nee, is voor Sibiet. Hij komt wel binnen. ja, cats who look like. Wat was dat weer al? Ron Perlman. Ron Perlman. Wow, het is een beetje die Zalig. katten zegt. Ja. Wel, nu bij dingen, bij Dark Horse geven ze dan nog eens een Hellboy. Stories from Hellboy. En. Ook niet te vergeten, want die franchise zit ook bij Dark Horse. Ook nog eens en vooral uit Stranger Things. Dus je hebt zowel een kort verhaal The Fortune Teller, waarbij Hellboy te raden gaat bij een waarzegster. Maar alles gaat allemaal natuurlijk bottom-up. En in Stranger Things, Deliver Me From Evil, zitten we ook ergens. Wat is dat, derde of vierde seizoen? Ah, deze is blauw. Bovenaan de rating 10. Dus tieners. Dus Hellboy en Stranger Things. Dat komt er ook aan voor de liefhebbers. Hebben dat ook in huis. En daarnaast, The Worlds of James Tynion IV. Dat is een zeer goede schrijver. Dat weet jij niet, maar ik wel. En
Die heeft al dingen gedaan zoals een comic. We zitten ondertussen, komt daar binnenkort het 8e volume van uit. Dus die is al, ja, is er echt al 5 jaar mee bezig. Dat heet Something is Killing the Children. Met zo'n titel denk ik dat een vader van twee nog jonge kinderen kan dat wel appreciëren. Amai. die heeft 10 jaar geleden heeft hij ook The Woods gedaan. En dat zijn allemaal callbacks naar die comics. Dus dat zit hier ook in. Dus dat is wel heel cool, want The Woods is ook zeer goed. Daar gaan ze misschien zelfs van een tv nog iets mee doen. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Dus ja, The Dat is hier Worlds van de of... golven, Wat? de woods. Dat is hier van de James Woods. golven. Ja, dat kan Nee, ook. Tiger Woods. Ja. Sorry, Geen oké. probleem. Het Okay. Ik coole kon dat is niet ook... meer doen. Nee, dat mag, dat mag. Het coole is ook, deze kerel, die noemt... Allee, dat vind ik altijd grappig om te zeggen. Dat is een schrijver, James Tynion. En die deed zijn eigen onderuitgeverij heet dan ook Tiny Onion, hè, omdat hij Tynion heet. Dus ik vind dat goed Mooi. gevonden. Ja. iets anders, dat ken... Misschien dat jij dat ook nog wel kent. Want dat zegt... Er zijn vroeger... Hè, deze heet Johnny Quest. Waar was er vroeger geen... Kort, er waren tekenfilms en die. Ja, ik dacht dat wel. Daarom. Ja, er is dus nu een comic van de Fantastic Sci-Fi Adventure Exploits of an 11-year-old Johnny Quest. Maar ik dacht dat Johnny Quest was dat bij ons niet zo'n graven met een zonnebril en zo. Ik weet het niet. Dat was niet Johnny Quest. Nee? Ik weet wat jij bedoelt. De, met zijn dingen, met Met zo'n zijn ogen vierkante kaas, figuur. hè? Ja. Die trek, Ah, was ja. dat Johnny Quest? Ik Zou weet het kunnen. niet. In ieder geval, ja, er is nu een Johnny Quest comic. Gaan we ook in huis hebben. Van een zekere Joe Casey en Sebastian Pierce bij Dynamite Comics. Ja, ik denk niet dat ik er binnenwerk van heb. Maar qua cover ziet dat er wel. Ja, een typische avonturenstrip voor tieners. Ja, tof, hè? Dus ja, Zeker. voilà. Ja, uiteraard kunnen die Nice. ook niet ontbreken. De Teenage Mutant Ninja Turtles. Komen de dingen komen ook met een free comic af. En blijkbaar, weet jij hoe oud dat al is? En dat is Goh. eigenlijk een. Dat is. Ik weet niet hoe oud dat het is, maar ik weet wel toen ik klein was, hè? Ja? Je zegt dat ik 40 ben, dus dat is al wel verleden. Waar de Turtles wel hot. Ah, wel. Ik ben blij dat Dat je is dat zo. vernoemt. Van wat jaar zit jij? Ik Van weet dat. 84. Ah, wel. Van wat jaar is in de Turtles? 84? Ja, voilà. Dus Bam! dat bestond al 40 jaar, dat ding. Dus dat is echt te zot. En het moet echt nog altijd niet om populariteit inboeten. Want Het is geboomd toen de laatste jaren, hè, met een indruk, de ja, Turtles. zowel in de comics, want er is nu een comic uit die heet dan The Last Ronin. En dat gaat dan echt over dat de Turtles allemaal dood zijn. En er blijft er één over. En dat blijft even een tijd stilgehouden welke van de vier dat is. En het is niet degene dat iedereen denkt. Dus dat maakt het ook wel Geld op cool. Rafael. Nee, dat is hem niet. Dus, En ook niet, wie is een aanvoerder? Dat is een Michelangelo. Leonardo. Leonardo. Leonardo is het ook niet. Dus dat is echt wel cool. Donatello. Nee, het is een andere, de Is het de grappige. gat? Nee, dit is al langer dood. Nee, maar dat Wat? is. Nee, mijn hart. Ja, sorry, Splinter. Nee, maar het is. Dat is dus echt heel populair en we hebben sinds kort ook die dingen gehad. Hè. Seth Rogen, een animated film ervan uitgebracht. Ja. En die waren, dat schijnt, ook wel vrij populair. Ik weet niet, zit jij die in de cinema niet gaan zien? Nee, Nee. niet Ik denk, gezien, maar ik zou het wel willen zien. we wouden dat doen, maar dat is er niet van gekomen. Dus we moeten dat misschien nog eens een keer thuis zien of zo. Ja. Dat is van Seth Rogen ook, of wat? Ah, nice. Ja, die speelt ook Dat Bebop zit of. toch van Invincible nu ook, hè? Ja, die Die. weet wel goede dingen uit te kiezen Ja. om wat is dat, rechter te backen. Want hoe noemt dat? Dat zal dan de mannen zijn die zoiets, de geldschieters van bepaalde dingen zijn. Dus ja. Ik denk dat er wel wat meer doet dan enkel de. Ja. Ook ja, Sausage Fest en zo. Maar... Ja, oké, goed. Nee, maar dus ja, we krijgen dus. Ja, ik zag het, A Brand New Tale Told in Classic IDW Style. Dus het is ook wel een beetje old school getekend. Dus ja, de nieuwe Turtles ja, in Free Comic Book versie. Waarom niet, hè? Dat mag zeker.
En there will be an exclusive preview of what's next for the TMNT. Dus ook heel gaaf. Wist jij trouwens dat die met 5 zijn tegenwoordig? Dat wel, nee. Ja, Wie voilà. is erbij gekomen? Er is een vrouw bijgekomen en die heeft een gele bandana. Ja. Meer weet ik er ook niet van ze. En zij heeft zo van die dingen. Dat was vroeger in Japan, was dat wel een vechtwapen. Is zo van die klauwen, gelijk Wolverine, dat die aannemen. Dat is haar vechtwapen. En zij is eigenlijk een mens die gemuteerd is, omdat heel het spel gaat over muteren. En zij was een lid van de Foot Clan en gerokte dan gemuteerd. En dan, haar mutatie was een schildpad. En ja, dan weer ze wat gereject en dan ja, kwam ze bij de TMNT terecht. Dus even een... En heeft hij ook zo'n Renaissance kunstenaresse naam? Ik denk het niet. Wacht, ik ga eens even zoeken. Fifth. Turtle. Donald Trump. Nee, dat is niet Nee, goed. nee. Jenica heet die. Nu ja, Ah, ja. Jenica zegt mij niet veel, niet bepaald. Nou, mijn kunst, De humaniora Venus van studies. Jenica was het niet, hè? Nee. Dus voilà, TMNT zijn er ook bij van de partij. Uiteraard ook uit onze tijd. Hey, alles komt terug, hè. We hebben nu de Energon Universe. Je ziet dat zijn de Transformers, hè. En de Transformers zijn ook heel hot and happening, omdat die franchise zit nu bij Image Comics. Image Comics, waar ook bijvoorbeeld Invincible zit en The Walking Dead. En dat zijn beide ook verhalen van Robert Kirkman. En Robert Kirkman schrijft nu ook een verhaal in de Energon Universe over, allee, dat niet per se met de Transformers te maken heeft, maar het is zo'n beetje een gedeeld universum, gelijk een Marvel of DC comic. En deze is dan weer drie nieuwe verhalen binnen dat universum. En dat is wel een crossover met Transformers, met G.I. Joe. En dan de comic dat Robert Kirkman uitbrengt, heet dan Void Rivals. Dus dat zit hier allemaal in. Voor zij die al echt al aan wou beginnen, kunnen we dat gratis doen met Free Comic Book Day. Dus dat is ook wel heel cool. Heb jij vroeger iets van Transformers gehad? Nee, ik niet. Nee? Ah. Ik zit aan het denken. Nee, onze wacht wel. Die Megatron en Optimus Prime, Ah, maar ik cool. zelf niet. Nee. Ah, oké. Tja. Je hebt toch een verloren generatie, maar je zit er wel goed aan het opvoeden. Ik hoor het Probeer al. alles goed te maken wat ik niet heb gehad. Heel mooi. Ja, ik heb ook zo'n trauma's. Hè. En jij nooit niet zo'n vriendje gehad dat het vliegdekschip had van G.I. Joe? Ja, maar ik had de dingen. Ik had de openklapbare basis. Dus Ah ja, dat dat is moest het ook niet helemaal. slecht. Maar dat vliegdekschip, dat Nee, was dat was gigantisch, niet hè? eens. Dat was niet te doen. Dus ja, dan heb je echt geld te veel. Allee, dan zit er gewoon rot verwend, denk ik. Ja. Maar dus, ja, die mannen doen dus ook hierin mee. G.I. Joe, Transformers, die komen allemaal nu terug. Die comics bestonden al eeuwen. Maar ik begon er nu... Ik zijn nu die Void Rivals, heb ik nu gelezen. En dat is wel fijn. Dat is ja, gewoon omdat het nieuw is. Hè. Het is allemaal vernieuwend en tof. Hè. En uiteindelijk wint Optimus altijd. Dat is een beetje het premise. Pas op, behalve in die film gaat hij geen moment dood, hè, op het einde. Dat schijnt in de Transformers een heel groot ding, dat Optimus Prime een gegeven moment sterft en dan ook zijn kleur gaat dan weg. Nou, verroest dan zeker? Ik weet dat niet. Wordt dan in plaats van blauw rood wordt dan zwart-wit of? Ja, hij wordt toch Optimus brak. Mooi. Ja, je vroeg het u eigenlijk misschien al af, waar blijft dat na? Maar uiteraard, ja, Marvel kan ook niet achterblijven. En we krijgen zomaar even. Deze heet Ultimate Universe Spider-Man. We hebben 20 jaar geleden. 20 jaar is misschien wat nu, dus 20 jaar geleden, shit, we waren oud, bestond er zoiets als de Ultimate Universe. Dat is dan gedaan gerokt en nu, sinds een paar maanden, is de Ultimate Universe terug ontkomen. En deze is een inkijk in de Ultimate Universe Alright. met Spider-Man.
En we krijgen ook nog eens een voorbode voor de gewone reeks van Spider-Man, want die komt binnenkort weer onder nummer 50 terecht. En dan weer een jubilee waar ze weer van alles kunnen mee doen. En dan komt de Green Goblin terug, want we hebben al een jaar of twee is Norman Osborn goed en helpt die Peter Parker. Maar ja, uiteraard, dat blijft niet achter. Uiteraard gaat Norman Osborn terug koekoe worden. En met, ja, wat is dat, brandende pompoenen door uw kop smijten, zeker. Dus dat ziet er ook aan. Dus dat is, ja, weer, dat doet Marvel en DC elk jaar met Free Comic Book Day is eigenlijk al een beetje een voorbode geven voor wat gaat komen in het komend jaar. Of wat nu net uit is, daar iets van een tie-in mee. Dus dat is heel tof. Dat krijgen we nu ook erbij. Nice. Iets anders, een andere Marvel-titel dat er ook bij zit. En zoals ik zeg, ook allemaal een inkijk in wat er gaat komen. Ik kon zelfs al. Het is zelfs met bewegende beelden vandaag, Andy. Is het volgende Marvel-event, wat er veel te veel zijn tegenwoordig, is. Deze heet Bloodhunt. Dan al een paar jaar wordt er gehint nog dat er heel veel vampieren in de Marvel-universe zijn. En nu gaan die vampieren echt wel allemaal aanvallen en bijten en zo. Maar wat doen vampieren uiteraard? En het begint hiermee dat ze alle superhelden met een soort... Wat is dat? Je hebt een superheld bij Marvel en die heet Cloak. En die kan bijvoorbeeld door de donkere dimensie kan die reizen. En zo zijn er nog wel een aantal die met die donkere dimensie, of weet ik veel wat, een connectie hebben. En wat de vampieren hierin slagen om is de wereld in de donker te hullen. Zodat de vampieren ja, goed kunnen rondlopen. Hè? Een beetje gelijk 30 Days of Night. En hier krijg je dan ook natuurlijk een speciale groep vampieren die de Avengers gaan aanvallen. Want ja, als het maar gewoon vampieren zijn, denk ik dat Blade alleen al zou winnen. Dus hier hebben ze. Nog een heel speciaal team erbij ook. En dan niet alleen, we krijgen ook al een blik op de nieuwe start van de X-Men. Dat zit er ook bij. Dus dat is ook heel hot and happening nu, die X-Men. Ik heb nog langs nog aan de Fokker gevraagd. Ik weet niet of jij het al gezien hebt. Op Disney Plus heb je nu terug. Nee, ik heb dat niet gezien. Ik heb het wel zien verschijnen. Ja. De 97, of wat was het? Ja, X-Men Ja. 97. Dat is misschien ook wel iets dat je onverwacht kunt laten zien. Dat gaat hij ook wel tof vinden. Dat is, ja, er gaat niks mis, hè. Er gaat nooit iets grellig in gebeuren of iets vettig. Want ja, uiteindelijk hebben wij dat ook op de wachtende leeftijd gezien in der tijd. Dus dat is misschien wel iets dat je aan hem kunt geven. Wat ik wel wil afraaien, is om de originele reeks dan ervoor te zien, want dat gaat hem niet snappen. Dat is A. Maar de helft van uw tv. Dat is nog op een formaat dat de tv's nog niet breedbeeld nog niet bestonden. En dat is ja, mega cringe. Hè? Heel, heel, heel raar. Maar ja, uiteindelijk, als hem om die nieuwe begint en hij wil dat zien, misschien wil hem dan wel weten wat dat ervoor allemaal gebeurd is. Dus dat staat Ik ook allemaal probeer op zo Disney. van die dingen van al zijn tijd zo af en toe de deur te jagen, maar dat is toch moeilijk, hè? Want ik Dat is geloof dat anders, we hè? op, ja, was het nu op Netflix of op Amazon Prime dat Ja. de oude Batman-serie, Ah ja. cartoon-serie ook stonden, maar ik krijg hem niet overtuigd. Ah, dat is jammer, want dat is Ja, ook echt tof. dat was beter goed, hè? Dat was Dat fantastisch. was Dat is echt ook beter goed. Dat een begint te alleen al. Ja, en dat is ook gewoon een tekenstijl dat nog altijd iedereen aanspreekt. Dat is een tijdloze stijl. Dat kun je voor... Ik denk dat ze dat daarna voor al hun DC-adaptaties in tekenfilms, want ze doen af en toe van goede DC-verhalen maken ze tekenfilms. Gebruiken ze nog altijd heel hard die tekenstijl, omdat dat ja, zo algemeen acceptabel is om er maar een woord op te plakken. Dus, in tegenstelling tot deze, maar dat is ook wel een hele grave cover, vind ik. Dus dat is ja, Bloodhunt van Marvel. Nice. Wat we zo nog hebben, is dit: Witches of Brooklyn. Geen idee. Volgens mij gaat het over heksen en ze zitten in Brooklyn. Een heel roerige, oh, Sherlock Holmes himself. Ja, voilà, I know. Ik ben er zeer goed in. Ja, en deze is echt wel een ja, het is gezien, het is groen, dus dat is voor kindjes. All ages noemen ze dat dan, maar dat is ja, vooral voor kindjes. En dat is blijkbaar een franchise dat al even bestond. Een zekere Effie is dan een magische, die beleeft een magisch avontuur, hè.
Dus, en ik gok dat in Brooklyn is. wat hebben we nog? Uiteraard Pokémon. Ja, de manga. Maar er zitten ook manga's bij, want manga is nu hot and happening bij de nieuwe generatie striplezers. Ook omdat dat een markt is die ja nog heel veel uit vertaald moet worden. Dus daar hebben we nog heel veel inspiratie uit te krijgen. Is dat iets waar Dollewaard al zot van Pokémon is? wel. Ja? Ja, Pokémon wel. Ja. Eet je... Hij Eet een... verzamelt al die kaarten. Ja. Kent daar volgens mij zelf niet echt heel veel van. Ik vind dat gewoon heel leuk om dat te verzamelen. En elke woensdag mogen ze dat dan meepakken naar school voor te ruilen. Ja. En dat is toch wel zo wat, een van de hoogtepunten van zijn schoolweek, dat hem dat mag meenemen. Eet hem al een Blue Eyes White Dragon, want dat is blijkbaar, of een, hoe noemt Als dat? je een Nuriken of twee tijd hebt, moet het hem zelf vragen. Maar dan moet je ook wel het antwoord helemaal aanhoren. Ah, is dat zo een hele uitleg? Je krijgt alles te zien wat hem heeft. Hein? Ah ja, Wat het oké. er nu bij zit of niet, je krijgt het allemaal wel te zien. Okay. Er zelf al eens de keer. Ik heb ooit eens bij mijn maten het hal al die kaarten bekeken met het internet er even om te zien of dit iets waard is. Ja, dat Nog verschilt niet dus zo. gedaan. Wie weet zit jij op duizenden euro's, hè? Je weet Dat nooit. betwijfel ik. Hij zou een kaart van 10.000 euro gemakkelijk durven wisselen naar een andere kaart die een klein beetje meer blinkt. Dus ik denk niet dat hem daar de neus voor heeft. Met zakelijk inzicht. Nee, Als het voilà. blinkt en het heeft een gouden randje, dan vindt hem het geweldig. Bij ons waren dat gewoon knikkers, hè? Niet? Bij u toch ook, denk ik, hè? Van die upper deck NBA-kortjes, niet? Ook. En Dat was. ervoor gewoon kwartet, hè, jong. Echt waar. Mijn Ja, lotto heeft oké. vier deuren. Die hebben allemaal twee. Ik win. Dus... Okay. Ook al was dat een Ferrari Testarossa van Ja, je kon... 1989. Het enige wat je Ja, daarmee als dat kon wel winnen was met bestaat. zitplaatsen of zo. Just. Dus ja, Oh. mensen, God damn, Pokémon. we waren oud. Ja, inderdaad. Pokémon zit al blijkbaar ook in de Ruby en Sapphire fase. Want dat is altijd zo'n nieuwe fase. Dat begon met Red en Blue. En ondertussen zitten we al, alle kleuren van de regenboog al afgegaan. En zitten we nu al zo in. Wat zie je, de magenta en weet ik veel. En ook nog een andere manga dat erbij zit, is Splatoon. Dat is ook vrij bekend van vroeger. Allee, dat bestond al. Nog iets anders is een andere manga bij A Blaze is Gannibal. Ah, dit is dat je cannibal van West-Vlaanderen was. Hannibal. Hannibal. Dat is de ene die op olifanten Oké. komt rondgereden in <Okay. West-Vlaanders. Ah, het is Hannibal. laughs> Nee. Oh. Nee, Amai, hier zullen we nee. veel backlash voor krijgen. Dat is oké, dat is oké. Mensen kunnen dat aan die hier in de luisteren, die ons willen aanhoren als ze tot na hen moeten Nee. volhouden, dan zitten ze voor de. Dan Respect. moeten ze het maar blijven volhouden. Nee, Gannibal, een horror manga. En het is, ik gok dat het ook met ja, kannibalen of zelfs met zombies te maken heeft. Ook qua artwork ziet dat er ook wel, ja, dat is met manga altijd tegenwoordig. Je hebt heel goede tekenaars erin, hè. Die kunnen heel straf tekenen. Dat is heel graaf gedaan. Ook puur het feit, omdat dat niet ingekleurd wordt, kunnen des te harder de tekeningen van een tekenaar appreciëren, hè. Ja. Probeer nou wel te zien wat dat deze is. Maar ja, dat is de kerel die ja, zijn gezicht Ik kwijt zie is. tanden. Ja, het was een beer blijkbaar. Ja, een beer Oké. eerder gemengeld blijkbaar. Ja, graaf. Dus voor de horror manga liefhebbers ziet dat er wel best wel cool uit. Een ander dingetje dat ook uitgekomen is de Valiants. Nu, de Valiants, daar kan ik kort over zijn. Dat is een Valiant is een uitgeverij en dat zijn alle verschillende figuren die bij Valiant zitten. Je hebt er Ninjak, dat is dan die ninja. Je hebt dingen, hoe noemt hem? Er is een film van geweest met Vin Diesel. Ik zou het dus... Riddick? Nee, die en hier met zijn dingen. Bloodshot. Of Blood. Oh.
Ja, Bloodshot. Dat is dan een ding, een huurmoordenaar geweest die met nanotechnologie zijn eigen altijd kon blijven repareren, dit en geen. Hier heb je ook nog een dude die uit de oudheid komt, maar onsterfelijk is door het pak dat hem aanheeft. Dus dat zijn zo allemaal, hoe moet ik het zeggen, alternatieve superhelden van een iets kleinere uitgeverij. Dus die brengen nu dan nog eens een ding in het, een free comic book story met twee kort verhalen in over hun superhelden uit hun Valiant Universe. Zijnde, see the exciting beginning of the Valiants. Heel speciaal. Nice. En dan denk ik Yes. dat je een ander equivalent hebt. Wat is altijd met vorige was zo'n beetje de alternatieve. Dan gaan we nu een beetje meer naar de B-listers ervan zijn dan de Cursed Verse. Bij American Mythology Productions, dat is nog een kleinere uitgeverij. Ja, heel speciaal. Ook allemaal ja, alternatieve superhelden die moet ik het zeggen, zo meer de B-movie kant op gaan. Je moet ervoor zijn als je Ik heel zie daar gritty wilt serieuze gaan. kanonnen. Dat die kerel vast heeft, wilde zeggen, ja, Ja, uiteraard. hè. Mooi, heel mooi, subtiel. Dus The Cursed Verse van American Mythology Productions. Nice. Ja. Uiteraard Snoopy. Kan ook niet ontbreken. Dat is ook wel iets dat je misschien aan Lafran kunt laten zien. Dat vindt hij, dat gaat zij wel tof vinden. Dat is altijd zo'n heel leuke tekenstijl geweest, ook Ah, wel. Hier, voor zie. kinderen. Ja, zo'n ding is dat tof, hè. Dat is... Ja. Ja, ook gewoon omdat dat kort is. Weet jij nog wat je zo'n vogel noemt? Nee. Was dat niet, hoe noemde die nou weer al? Woodstock. En dat is juist, en die babbelt in van die streppetjes. Ja, die ligt toch altijd die stond toch altijd op zijn buik als hij op zijn onderkot ligt. Ja. Ja, dat is Oh, graaf, hè. mooi. Dus deze hebben we Peanuts, maar het is... Echt Snoopy alleen. Dus Charlie Brown en dergelijke doen niet mee. Het is echt onze favoriete Beagle. Die een, het heet ook Snoopy Beagle Scout Adventures. Dus dat is er ook Nooit voor geweten zijn. dat dat een beagle was. Nee? Nee, dat Allee. kregen we er al bij. Ja, voilà. Een Een dag Beagle. niet geleerd is een dag niet geleefd, zou de Frans Ja, zeggen. voilà. Als je zou zeggen het is een beagle, dan kunnen we zeggen het is een slecht getekende beagle. Maar het is, ja, het is... Nee, ik zie het helemaal nu. Ja. Ja, nee, het blijft een distinctieve tekenstijl dat iedereen zal herkennen, hè. Ik denk dat, wat is bij Family Guy, is de dingen er eens een keer in geslaagd om als Snoopy rond te lopen, zeker? Tjus, ja, met Halloween. Ja, Dan voilà. Brian. Ja, dan Brian. Dus, voilà. Daar is ook een comic van. Nu, iets anders wat ik grappig genoeg vind, want het zit bij Arcana Studios. Ja, we hebben Ultra Duck. Okay. Ik weet niet of andere Precies uitgevers... Darkwing Ja, mogen die dat zomaar doen? Want het antropomorfiseren van een eend is toch helemaal DuckTales, Donald Duck, Ja, zeker met Scrooge... een paar speksjes en een paar cape aan. Nee, dat is echt helemaal wel Darkwing Dat is zo. En qua tekenstijl vind ik het ook heel hard op Duck. een dingen Disney. trekken, op Disney trekken. Nu, natuurlijk, we zitten binnenkort met... pas op, dus nog net ietsje anders. Maar we zitten binnenkort, is na Mickey Mouse, is Donald Duck ook publiek domein. Hè? Ah ja, Dat juist, ja. begint stilletjes allemaal te komen. Dus daarom, we krijgen nu dan een Ultra Duck... en dat is ja, een superheld in een antropomorfe... antropomorfe wereld. Een beetje gelijk DuckTales, hè. Is misschien een originele creatie, gelijk Ronald Muck volgens de Simpsons. Ja, Ronald Mack. Mooi. iets anders. Dat zegt mij... Ah, jawel, jawel, jawel. Het zit bij Archie Comics, dus... Het gaat over Archie en... Betty en Veronica. En dat heet dan The Cursed Library... Dus deze is weer een horrorcomic in Archie-land. Dus we hebben onze teenage witch, Sabrina, gaat erin meedoen. En dat is, ja, deze is echt zo, moet ik het zeggen, high school horror, hè. Een beetje gelijk dingen ook en zo, hè. Buffy the Vampire Slayer. Dat is daar allemaal zo op gebaseerd. Ook heel tof getekend. We zitten in Riverdale.
En ja, we gaan een horrorkant op. Heel tof gedaan. Dus de horrorversie in Archie Comics. Heel Wel tof. mooie, Ja, dat wel, hè. visuals. Ja, absoluut. Ja, maar tegenwoordig zijn er wel toffe dingen om te lezen. Hè. Heel leuk. Je zou dat niet verwachten van Archie, want Archie is vroeger was dat zo heel simpel en Amerikaans. Maar tegenwoordig, ja, maken ze er wel coole dingen van. Boom Studios. Boom Studios is een beetje een tegenhanger van Image. Die komen af met een 10th Anniversary Extravaganza. Een nieuwe reeks die erbij komt is Zaza, dacht ik dat het heette. Ik ben daar niet meer 100% zeker. En daar krijgen we nu dan een preview van bij Boom. En Boombox, dat bestaat dan net echt voor kinderstrips is. Dus ook heel tof. Ook voor kinderen. En dat is misschien ook iets dat je eens onder wacht moet laten zien. Of misschien zelfs al een Fran, als ik het zo bekijk. Is Star Wars Young Jedi Adventures. Ja, dat zeg ik het zelf, hè. Krijgen jonge Jedi die die avonturen meemaken. En dat is blijkbaar ook Disney een... Plus een serie. Ja, voilà. Nou, jij weet dat ook al. En Ja, de... ik Ja? Ik krijg heel veel reclame op mijn Disney Plus voor Star Wars. Waarschijnlijk omdat ik dat. Ik ben niet echt een grote fan, maar ik heb de films wel allemaal gezien, denk ik, op Disney Plus. Ja. En ik speel ook heel graag die Jedi-spellen op Last. PlayStation. Ja, die wij hoe noemt dat nou weer al? Dat is Ja, ik heb nu juist The Survivor uitgespeeld, Ah eigenlijk ja. twee dagen geleden. Ah cool. En Oké. onze Bart die heeft heel veel meegekeken toen ik daar aan het spelen was. Je moet Hij eens kent daar niks van, maar hij vindt dat heel vergelijkend met ja, het Spider-Man-spel, zo qua Tuurlijk. behendigheid. Misschien dat hem dat ook wel eens wil spelen. Voilà. Je moet eens zoiets proberen als die een Bad Batch en zo. Dat is wel iets voor hem. Dat is Dat vind ik zo. geniaal. Dat vind Ja. ik echt goed. Ja. Ja, dat is. Dus tussen al het Star Wars geweld dat we nou allemaal krijgen. Pas op, Mandalorian is ook wel tof en zo. Ja, is die een Bad Batch? Is luchtig, hè? Maakt het echt tof. Het zijn de cartoonreeksen dat eigenlijk Ja. nog bekend de beste zijn. Ja, Want absoluut. de serie van de Clone Wars vond ik ook echt heel Ja. sterk. Vooral de laatste seizoen was echt de Zalig. moeite. Ik zeg het, ik zou het ook eens moeten zien. Bad Batch heb ik gezien, maar de Clone Wars nog niet. Maar blijkbaar, ja, dat is een beetje de voorloper ervan, of de prequel. Dus, Ja, ge... dat is tussen episode 2 en 3, hè, Ah, van de films. Hè. ja. En de Bad Cool. Batch is eigenlijk vlak na episode 3. Ja, Ja. oké. En nog Rebels ook. En Rebels ook heel Zie. Look at the brains on goed. Andy. Very Ja. nice. Ah, wel, je hebt hier dus een Young Jedi Adventures, ook gebaseerd dan op de cartoon. En er zit nog een extra verhaaltje bij van Plants vs. Zombies. Dat bekend spelletje, denk ik. Op de GSM vroeger. En dat is ook een heel eigen dingetje geworden. Wat hebben we zo verder? Ah ja, er is tegenwoordig een trend. Ik denk dat dat al op tv eerst was. Is dat zo de slechterikken een beetje meer populairder ontworpen zijn. En nu zijn er echt comics ontkomen van de verschillende slechterikken. We hebben in dit geval Maleficent, maar Hades heeft ook zijn eigen comic. Scar heeft zijn eigen comic van The Lion King. Echt? Dus het is wel een dingetje nu of zo. Wel heel moeilijk te verkrijgen in single issues, dus ik kon mijn best doen om die in trades in huis te hebben. Maar dat is dus nu dat leeft nu heel hard en Dynamite Comics speelt daar heel goed, mooi op in om elk figuur een eigen comicboekreeks te geven. Dat is wel cool. Iets anders is dit. Stories from the Atlas Comics Library. Dat is wel grappig. Je ziet dat ook om die tekenstijl. Ja, dat zijn. Je had vroeger een uitgeverij, dat heette dan Atlas Comics. En in. Wat is het hier? Binnenkort gaan ze. Hier noemen ze het Presenting Classic Comics from the Pre-Marvel Atlas Era. Dus Atlas was uitgeverij voordat dat Marvel weer. En dan gaven die horrorcomics uit. Hè. Nog voordat de code of de comics code uitkwam. Dus dan konden die zo nog wat doen wat ze wouden.
Met de Comics Code werden zo, was er een kerel die op een gegeven moment begon te zeggen dat comics jongeren gingen beïnvloeden tot en aanzetten tot geweld. Gelijk onlangs ze dat ook eens hebben geprobeerd met Videogames. videogames. Ja. Mooi. Dus nu hadden dan Fantagraphics gaan beginnen met Stories from the Atlas Comics Library om in diezelfde stijl, donker, gritty, terug comics te gaan uitbrengen. Dus dat is wel cool. Ook een hele toffe cover die je direct uitstraalt wat je eigenlijk al mocht verwachten. Heel tof. Iets anders wat dan perfect voor Fran is, denk ik, Investigators. Of Crocodiles. Ja, dan krijgen we gewoon dingen. Hè. Twee krokodillen die dingen moeten gaan oplossen op scholen. Ik denk dat ik er wel een beetje binnenwerk van hem. Ja, dan zie je direct dat dat heel funny en heel aangenaam is voor jonge gasten. Hè. Ja. Dus voilà. Investigators, dat is ook een standaard terugkerende titel van bij Free Comic Book Day. Het moet niet altijd een koppel zijn, dus waarom mogen ze niet tegen elkaar vechten? Romeo versus Juliet. Oké. A Kill Shakespeare Adventure. Ja. Ja, the world's most famous lovers are now sworn enemies dueling to the death to protect a border town harboring a magical secret from vengeful attackers led by her former love, Romeo. A pregnant Juliet must reluctantly reunite with former allies Hamlet, Othello, Puck en others. Dus ja, En dat is Julius heel tof. Caesar waarschijnlijk ook nog om het helemaal af te maken dan. Ja, ik denk dat er zowel wat figuren uit het Shakespeare-universum allemaal terugkeren om te battelen, hè? Ja. Wat ook wel cool is. Ja, je verzint het niet, of ze hebben het wel in comics gedaan, natuurlijk. Dus in dit geval krijgen we nu Romeo versus Juliet. A Kill Mooi. Shakespeare Adventure. De familie van de rechter zal in ieder geval wel contenter zijn dan het originele verhaal. Ja. Voilà, The Overstreet Guide to Collecting Comics. We promise this scene does not occur in this comic. Ah, bedankt. Ja, deze is eigenlijk een beetje om te leren het verschil te zien of wat dat je eigenlijk om voorliefde voor comics bij mensen tot stand te brengen. En daarvoor bestaat de Overstreet Comic Book Prize Guide, dat je ook eens een keer kunt zien over. Een beetje gelijk met die Pokémon-kaarten, gelijk dat we het er juist hadden. Deze is eigenlijk een guide voor comics om ze te graden of te kunnen weten hoeveel dat iets waard is. En dat wordt ook op een hele plezante stijl uitgelegd en zo heel informatief. Hè? Een heel informatieve comic van: Hoi, wie ben jij? Wat doe jij hier? Nu. Over het algemeen zijn dat allemaal heel mooie, propere, normale mensen. Dat is niet echt, hè. Je komt van alles voorbij. Dus Ja. dat is wel heel, heel funny gedaan. Dus ja, een, hoe moet ik het zeggen? Infotainment is deze. Echt uitleggen wat dat wat is en waarom dat je iets wel zou kopen of waarom dat iets veel kost en waarom iets niet veel kost. Dus eigenlijk een beetje mijn branche uitgelegd in een comicboek. Heel Nice. tof, heel tof. Dat is leuk. Weet ik eigenlijk wat jij doet? Ik moet gewoon een strip lezen. Ja, zie, dat zeg ik al jaren tegen u dat je dat moet doen. Bij Scholastic wordt Unico Awakening uitgegeven. Unico, ik denk dat het gaat over een unicorn. Hey, Unico. En Reële kennis. ja, en Scholastic is ook een uitgeverij die meestal wel comics uitgeeft. En gelijk de titel, de uitgeverijnaam, het zegt Scholastic. Dus dat het wel een zekere, hoe moet ik het zeggen, een zekere schoolwaarde heeft. Dus dat Ah, kunnen zo. scholen gebruiken, die comics ook. Oh, deze is iets anders. Sorry. Het binnenwerk ervan, dus heel, heel tof gedaan, hè. Dus we zitten met The Incredible Story of a Young Unicorn who, after enraging the evil goddess Venus, is banished from the heavens and forgets all he once was. Dus ja, een unicorn die niet weet wat dat hem een unicorn is. Stel je voor dat Unicorns je. zijn precies wel populair.
Ja, ik heb zo ook. Er is ook zo'n een strip voor kinderen. En die heet Kittens Versus. En Kittens Versus, dat is ja, jonge katten die tegen van alles vechten. En je hebt zo Kittens Versus Dinosaurs. Maar je hebt ook Kittens Versus Unicorns. En er is een vervolg op en dat heet dan Kittens Versus Zombie Unicorns. Dus die unicorns die hebben wel een bepaald. Dat blijft wel. Ja, dat blijft wel ergens hangen. Voor de kenners, conceived anew by author Samuel Satin en artist team Guri Hiru. En developed in collaboration with Tezuka Productions. Dus eigenlijk, er zit een Tezuka-kantje aan. En dat is wel altijd interessant, want Tezuka is een beetje, ja, de grote manga-schrijver geweest in de jaren stilletjes. Dus ja, Osamu Tezuka kunnen een beetje de god van de manga noemen van vroeger. Dus heel interessant om te weten dat het daar de origine in heeft, deze free comic. Monster High. Dat zijn poppetjes, denk ik, hè? Dat is speelgoed. Ik dacht dat ik dat als speelgoed heb zien voorbij komen. Ook weer zo'n franchise. Ja, hier zijn Mattel's Very First Monster High comic. Dus Monster High, dat zijn poppetjes geweest bij Mattel. En er is dan nu een comic van. Dus ja, oké. Ja, meer hoef ik er niet over kwijt, eigenlijk. voor de liefhebbersters en X'en, Monster High. Hopla. Initial D, ook een nieuwe manga. Alleen nieuw, eigenlijk niet echt. Er is nu onlangs is dat terug herdrukt. En dat is iets dat al jaren terug gevraagd wordt. En dat is eigenlijk, gelijk dat je het ook ziet, een Otto-manga. Super populair geweest. Begin jaren 90. En nu terug verkrijgbaar in een omnibus. Maar uiteraard, als je nog altijd niet zeker bent dat je een omnibus wilt kopen, kun je eerst misschien een free comic proberen en dan zien wat dat geeft. En er zit ook nog een exclusive preview of the new Ghibli-esque fantasy adventure Kaina and the Great Snow Sea. De manga that inspired a new anime from the creator of Blame, of Blam. Ghibli, zegt u dat iets? Studio Ghibli? Helaas. Nee? Dan moet ik eens even. Amai, ik moet wijd gewoon graven, maar als ik dingen zeg zoals. Zeg nu dat niet aan die? Nee, Nee, fuck. maar daarom, ik ben even aan het denken. Totoro, My Neighbor Totoro. Howl's Moving Castle. Nee? Nee, als ik u beelden laat zien, maar kon dat. Als ik u beelden laat zien, ga dat wel herkennen. Dat is zo. Je hebt zo een heel bekende print van een meisje die op een bankje zit op de bus te wachten. En er zit een gigantisch groot beest neveneur. En die hebben een Ah, paraplu vast. jawel, Dat is Studio jawel. Ghibli. Voilà. Ja. Oké, ja, Zie je het? Nou, ze ermee. Dat is een beetje de Walt Disney van hierachter. Dus ja, ik kan het niet anders noemen dan dat. Dus Initial D van de mangaka onder ons. Dat is er nu, dat gaat er ook uitkomen. Uiteraard, DC mag ook niet ontbreken, dus we hebben nu Absolute Power. Dat is alweer al een voorbode voor het event bij DC dat er in de zomer gaat liggen aankomen. En dat was dat al een tijdje op te bouwen dat het, ja, je ziet hier een hoop slechterikken bijeen, waaronder Failsafe. Failsafe is eigenlijk de robot dat Batman heeft gemokt voor wat als. En daarmee bedoel ik, Batman heeft een contingency plan tegen iedereen van de Justice League, behalve tegen zijn eigen. En Failsafe is tegen zijn eigen. En zijn onderbewustzijn zelfs heeft dat gemokt. Want Batman heeft zelfs een onderbewustzijn getraind. Als hij psychologisch wordt aangevallen, dat zijn onderbewustzijn het overneemt en als zur en ar. En zur en ar heeft nu een robot heeft in der tijd een robot gebouwd. Hij heet Failsafe en hij is op een gegeven moment in actie geschoten omdat hem dacht dat Batman iemand vermoord heeft. En dat is voor Failsafe het plan om in actie te treden. Je hebt er ook een vrouwelijke Brainiac die meedoet.
En Amanda Waller van Suicide Squad, die ook plannen heeft om de wereld over te nemen. Dus dat gaan we allemaal zien in Absolute Power. En misschien al eerst even in de Free Comic Book Day versie van Absolute Power. Nog Alright. iets is Barkham Asylum. Mooi. Ik ben sowieso al fan. Ja, gewoon de titel Ja, voilà. Dus deze is gouden zou. medaille. Deze is, ze doen bij DC ook voor jonge kinderen. En ja, je hebt ook oude kinderen, dat kan. Maar vooral voor kindjes geven ze comics uit. En voor jongvolwassenen geven ze ook graphic novels uit. En deze zal voor de kindjes zijn, hè. Barkham Asylum komt uit. We hebben dan voor die jonge Ik tieners kan daar hebben we. volgend jaar misschien een versie met haaien van maken. Ja, voilà, hoe dat? Sharkem Sharkham Asylum. Er is nu in april. Asylum. I'll get my code. Nee, er is nu een comic uitgekomen en die noemt JL Ape. Omdat dat dan iedereen zijn dan apen. Dus ja, omdat het April is, hè. Oh, bol. Goed. J'April O'Neil. J'April O'Neil, mooi. Deze is Barda. Barda is. Is een gigantisch grote vrouw en die komt van Apocalypse. Is een van de henchwomen van Darkseid. En maar op een gegeven moment wordt zij wel goed en gaat ze samen met een gast die. Goh, ik wil zijn naam even kwijt zijn. Een ontsnappingsartiest. Goh, man, die duivelde Houdini. hel. Nee, niet Houdini. Wacht, ik kan eens even schrappen. Oh, mensen, echt waar, mijn brein wil vandaag El niks. Chapo. Nee. Is het Mr. Incredible? Nee, niet Mr. Incredible. Maar eens even kijken, heb ik hem hier? Mr. Miracle. Mr. Miracle. Dat is een ontsnappen. Deze superkracht is ontsnappen, trouwens. Je kan aan alles ontsnappen. En op een gegeven moment wil hem dan ook aan de dood ontsnappen. Of dat hem al ontsnapt is, laat ik in het midden. Moet hem maar in lezen in de comic van Tom King. Maar deze vrouw, Barda, Big Barda. En die heeft nu ook, net zoals heel veel andere figuren uit het DC-universum, haar eigen tiener-graphic novel gekregen. Dus voilà, Alright. Barda. En dan uiteraard, Mad Magazine kan ook niet achterblijven. Dus er is ook een Mad Magazine free comic. Let vooral Boy. op het haar rond de tetjes van Superman. Dus ja, the usual gang of idiots. En getekend door An Idiot with a Crayon krijgen we dus een Mad Magazine spoof op allemaal verschillende dingen van. Mijn free comic book day. Hier zit een klassieker zoals Spy versus Spy zit erin. A Mad Look At by Sergio Aragonés. En nog van alle mockeries mee van uw favoriete DC superhelden. Dus heel tof. Een Mad Magazine, een gratis Mad Magazine bij Free Comic Book Day. Ik heb er genoeg van liggen, want ik verwacht dat deze wel eens heel tof gaat kunnen zijn. Dat is sowieso ook something with my name on it. Is dat dacht ik wel. Want ook die tekeningen, die kerel die dingen tekent, die maakt ook heel toffe mopjes op het internet. Hè? Dat hem op een gegeven moment zo van dat Superman een waste. Dat ze dingen uitlachen, bijvoorbeeld van The Flash. Dat ze zeggen van ja, oké, we hebben goed gegeten, Flash. Kom, doe jij een afwas morgen. En dat Flash zegt: joh, maar waarom moet ik altijd een afwas doen? Omdat ik rap ben of wat? Dat betekent toch altijd dat ik een afwas moet doen en er veel werk in steken. En dat dan Superman: ja, eigenlijk heb je gelijk, eigenlijk heb je dat. En lacht je keihard op: nee, kom al, serious, just do the dishes. Dus en iedereen er is goed mee gelachen. Dus dat is echt wel Beetje heel Jérôme tof. humor. Ja, maar ook zo, nog altijd in die jaren 30, 40 stijl. Comics getekend. Ik zal ze niet wel eens eentje doorsturen. Dat gaat echt wel funny vinden. Ça Nog eentje, Gatchaman. Dat is het onze oude tijd ook. Daar komt ook nu een manga van. Ja, dat zijn wat is dat? Bird Team Superhero Team. Hè? Dus al die superhelden hebben allemaal een bird thema. En dat is, ja, dat is ook een anime geweest in de jaren stilletjes, dat ik mee ben mee opgegroeid. En daar komt dan nu een manga nog eens van om de nieuwe generatie warm te maken. Super tof. Alright. Nog eentje dat er zit aan te komen.
is. We zijn er bekend, hè? Marvel doet ook Voices of Marvel. En dat gaat eigenlijk. Voices of Marvel is eigenlijk altijd een beetje de. Ik wou bekend woke zeggen, maar dat is het niet echt. Maar het gaat wel over de diversiteit die in de comics moet zijn. Het zullen wokers zijn die dat hebben benoemd en er extra aandacht op gevestigd hebben. Maar comicbooks zijn altijd al een beetje voor op hun tijd geweest en waren al een tijdje bezig met diversiteit erin te brengen. Maar Voices of Marvel, of Marvel's Voices, zit daar nog eens extra in de picture. En die hebben dat al met verschillende thema's gedaan. Eén keer met seksualiteit, een andere keer met etniciteit. Dus religie denk ik nou niet dat dat speciaal onder orde is. Maar in deze geval zie je ook bijvoorbeeld ergens die Miles Morales die erop staan. Je hebt die Spider-Man India zit erbij. Je hebt Amerika. Zij is Mexicaanse, denk ik. En zo. Dus het is zo'n beetje een kluwen van alles om te laten zien van hey, zie eens hoe divers wij zijn. Dus dat bestaat. Dat is voor de liefhebbers van diversiteit. Daar bestond ook nu een comic van. En iets zegt mij dat iemand deze comic wil Aha, hebben. Nou zijn we ja, tot de dat denk ik essentie ook. van heel deze fucking podcast gekomen. Spidey and his amazing friends is er Ja. eindelijk. Nu, Spidey and his amazing friends, dat bestond vroeger ook al, hè. Maar dat was dat samen met dingen en zo. Hoe noemt hem? Iceman van die X-Men en zo zat dan bij in zijn team. Hey. En dat waren mega slechte tekenfilms, maar dat noemde dan ook Spider-Man and Friends of Spidey and His Amazing Friends. Dus dat bestond al langer. Maar deze is nu ja, inderdaad echt vormgegeven voor een heel jong publiek, hè, Disney Junior. Ze noemen het hier ook For the Youngest Readers Aged 5 till 7. Maar mits een beetje hulp gaat veranderen ook al iets aan hebben, denk ik. Ja, zeker, ja. Dus heel tof. Vind ik tof dat jij dat daarnet benoemd hebt. En dat ik kan dan zeggen van, hey, zie eens aan. Onze verdoken Star Wars fan hier gaat ook hier iets voorgeschoteld krijgen. Right. We krijgen ook nog een Star Wars tie-in met verschillende verhalen. Dat is ook heel tof. Ik durf niet te zeggen, ze hebben het hier niet over welk tijdperk dat het gaat. Are the Rebels Survivors Stranded on Hoth? Luke Skywalker, Leia Organa, Lando Calrissian en Chewbacca mount a dangerous rescue mission to Echo Base. Dat zal het episode 4 zijn, of post-episode 4, met Lando Calrissian, dan zal het misschien al na de 5 zijn. Want ze hebben het niet over Han Solo, dus Han Solo zit er ergens vast in Carbonite, dus dan zal het na de Ja. 5 zijn, hè. Ja, dat vind ik Voilà. wel, dat heeft Family Guy wel beter Ja, gedaan, hè? De de Han family. Solo in Carbonite. Ja, voilà. Maar het zijn verschillende verhalen, hè, want een ander kort verhaal gaat dan weer over Padmé Amidala en dergelijke. En Palpatine. Dus we zitten met verschillende. Het zijn het verschillende tijdperken van het Star Wars-universum. Star Wars. Wat is er zo nog? Ah ja. Alles komt terug. En dus ook Popeye komt terug. Blijkbaar is Popeye ineens terug weer een beetje wat hip en trendy. Ik denk dat dat ook iets te maken heeft met dat publiek domein. Of met het feit dat als je iets bezit dat niet van u is, dat je gekocht hebt, dat je het met tijd en stond eens even moet gebruiken. Of je zet de rechten van dat ding kwijt. Daarom dat sommige dingen. Verjaringstermijn. Ja. Daarom dat sommige dingen wel eens terugkomen. Dus hier bij Massive Comics. Moeten ze ineens iets met Popeye gaan doen. Dus krijgen we Popeye, de kerel met de meest grote veurarmen ooit. Dat is heel raar, want dan Ik denkt had wel wel. verwacht dat ze zijn tattoos wel een klein beetje hadden gemoderniseerd. Ja, daar had ze op zijn Zo'n minst. sleeve weer in één keer erin, en dat toch heel meer van deze tijd geweest. Ja, dat is zo. Kenden ze nog allemaal? Hoe noemt zij? Oh, ik ken alleen Popeye, Olive, Brutus Olive en en Brutus, en dan hadden die een derde, die laatste, de net geëren hamburgers. Dat is. Mr. Magoo? Nee, Dat kan. Ja, Mr. Magoo trekt er heel hard op, maar dat dat was er is niet. iets anders. Nee. Mr. Magoo was die een oude die een altijd Die een chance had. blinde. Ja, Ja. Ja. dat is Ik weet niet wie juist. het is. Nee. Nee, het stond er ook niet bij, maar die, ja, burger, iets met hamburger. Hè?
Dus ja, I Lie Popeye, dat is Sailor Man, hè. Lust jij dat, Spinoza? Oké, Ja, graag. worden er sterker van? Nee, Oké. alleen vet. Alleen vet. Oh, mooi jong toch. Nee. Iets Nee, waar dat ik is niet waar, absoluut. hè? Kinderen thuis, spinazie worden niet vet. Goed gezegd, goed gezegd. Maar dan moeten ze zonder roomsaus doen of zo. Ja. De Night Librarian is wel een tekenstijl dat mij heel hard doet denken aan. Hoe noemt hij daar met zijn voetbalhead? Stewie. Ja, Stewie, maar gaat ervoor hadden zo. Hey Arnold. Hey. En deze is een Hey. tekenstijl van Hey Arnold, vind ik. Featuring Batman. En hier noemen ze het Night Librarian. Night at the Museum meets The Land of Stories. Maar geen idee wat The Land of Stories is. Maar in ieder geval, ik vermoed dat er van alles tot leven komt, 's nachts in de bibliotheek. Vroeger dacht ik dat ook altijd. De bibliotheek was mega eng Ja, als kind. al die boeken zonder prentjes, lot maar al. Voor de kattenliefhebbers hebben we nu Katie de Catsitter en Max Miauw. Ja, die krijgen ook een comic. Dat is ook weer voor de jongsten onder ons. Ze noemen het hier Go on a Catastic Adventure. Voilà. Nice. Heel tof. Two perfect comics packed into one. Oh. Voilà, ze. Deze ook cool. Tons of Strange. Doe heel hard denken. Hoe ze de cover hier maken, doet dat heel hard denken aan. Hoe moet ik het zeggen? Sci-fi, weird stories en zo van jaren vroeger. Echte pull-up stories. En hier noemen ze het dan Tons of Strange. Ja, doen ze bij Ten Ton Press doen ze een beetje hetzelfde. Maar hoe noemen ze hier? Next, explore the strange corners of the music world as rock and roll biographies show you the mysterious origins of the Aquabats. Geen idee. Dus het is zo'n beetje allemaal. Ook een Becoming Frankenstein zit erin. Dus het zijn allemaal wat pulp in een comic gegoten. Die mag ook niet ontbreken. Conan. Conan blijft ook terugkomen in de comics. Dat is ook een vaste waarde in de comic book store. En ditmaal, sinds een half jaar, zit Conan nu terug bij Titan Comics. Ze zijn de laatste tijd veel aan het verschuiven. Ze hadden ervoor bij Dark Horse en dan even bij Marvel zelfs. Dus Conan heeft zelfs avonturen beleefd met allemaal Marvel superhelden. Maar nu is hem terug op zijn eigen, wat eigenlijk nog het beste is voor zo iemand. En we hebben hier een kort vooral met Battle of the Black Stone. Dus een Conan. Waarom niet, hè? Oké. Een barbaar. Jij hebt zegt. Ja, voilà. Het is Why dat. not? Voilà. Doctor Who. Doctor Who is. We hebben sinds kort ook weer een nieuwe Doctor Who. Dat is die ene van Sex Education. Die een Ah, Doctor ja. Who nu speelt. Ja, ze geven er weer de 15e Doctor al ondertussen. Ja, die gaan ook weer comics krijgen natuurlijk. Hè. Die hebben we nog niet gehad en My Free Comic Day gaat ermee beginnen. Dat blijft ook altijd wel een publiek dat echte Whovians zijn die daar fan van zijn. Dus Landing Ahead of the 15th Doctor's Debut Comic Series. Heb jij deze gespeeld? Far Cry? Nee, nog niet. Ja, ik ook Maar ik niet, maar ken het dat. wel een Ja, beetje. dat ziet er altijd wel graaf uit. Dat is altijd een kerel die zo. Ja, hey, kerel, je zei, dat is first-person view, hè? En je moet altijd. Ja, je wordt altijd ergens wakker of je moet eigenlijk ergens gewoon ontsnappen of weet ik veel wat. De liste was na met dingen, met Nina van Breaking Bad. Die is dan een dictator in een land van mensen die echt wel onderdrukt werden. En ze moeten die de dictator omver gaan werpen. Een Far Cry ervoor was dat iemand die wakker wordt op een eiland of zo, of bij een bende en dergelijke. Dus het is echt wel allemaal cool. En hier is dan een Kull the Herd. Dat gaat ook weer iets occults zijn en weet ik veel wat.
Dus, and this nature versus nurture narrative examines popular characters in a new context. The series features appearances van Anton Castillo, dat is die ene van Far Cry 6, Vaas Montenegro, Far Cry 3, Pagamin, Far Cry 4, en Batari, Far Cry Primal. Ah ja, gaat zelfs een dingen, hè? Gaat zelfs een Far Cry in een oertijd. Dat je zo met pijl en boog moest gaan schieten en zo. Dus hier kreeg je al die figuren die komen daarin terug. Dus een Far Cry comic. Comic, het is, komt uit bij Tokyo Pop, dus het is eigenlijk het is de manga. Far Cry manga. Cool. Oké. Dus je gaat hem anders om te lezen. Iets wat nog uitkomt, ook geen idee wat dat is, maar het is sowieso voor volwassenen, want het is een rode free comic. Heet Dying Inside. Ja, we zitten hier ook een beetje met witchcraft en met horror. Als ik het binnenwerk kan zien. Ja, ook wel heel tof getekend. Heel proper. Een hele fijne stijl. Maar ja, omdat er een ja, horror zou ik het dan toch ook niet noemen. Maar het zit zo in een gothic-style-achtige toestand. Dus ook wel tof gedaan. Dying Inside, veelbelovende titel. Volgens mij gaat ze dood van binnen. Ah, pas op, dat is al een beetje spoiler dat je doet. Ja, oh, pas op, want ik noem het allemaal. Het is, ik ben hier helemaal mis. Ze noemen het: het is een graphic novel about a chronically depressed girl who's tired of fighting for her death. Dus ik denk dat er wel dat is wel gevoelige onderwerpen gaan zijn. Dus ik mag er niet luchtig over doen, want het is wel een beetje zwaarder als dat. Maar het is wel luchtig getekend, dus dat maakt het wel aangenaam. Dus het is Wow, wel oké. tof. En als laatste, we zijn er alweer al, mag natuurlijk ook niet ontbreken, een van de populairste manga's sinds de laatste 10 jaar, gemakkelijk, is One Piece. Al En we veel van krijgen. gehoord, maar ik ken het Ja, er is niet nu meer. sinds kort ook een Netflix-reeks van. Een heel Ja. duur, heel veel geld ingepompt. En ja, die doet wel zo'n beetje zijn ding. En nu krijgen we een One Piece Ace's Story, de manga. De origin story of Fire Fist Ace, the legendary older brother of Straw Hat Luffy. Dus krijg je een beetje een origin story van Luffy, zijn broer. En dat is ook nog niet alles. Hier zit ook nog eens Status Royale in The Game to Master for Aspiring Elite Esports Players. Dus dat is ook weer een manga over videogames. Dat doen ze ook wel heel graag bij manga. Dus voilà, dat waren de dingen dat je kunt verwachten. En dat kun je wel verwachten hier. Met dank aan Audenas voor de affiche van dit jaar. Heel tof gedaan. Dus naast free manga en free comics gaan er ook gratis ijsjes zijn voor iedereen. We Ah gaan. ja, daar hadden ze vorig jaar ook mee Ja. in uw zak toen. Ja. Zoals ik het ook graag noem, de Infinity Scones. Ja. We gaan temporary tattoos doen. Ik ga ook. Er is een art fair met allemaal local artists die local art gaan verkopen. Dus dat is ook heel fijn om te doen. Ik doe af en toe eens een mechanic quiz. Tegenwoordig heet dat mechanic quiz omdat de mecha quiz niet goed binnenkwam, omdat je dat mecha quiz noemde en dan viel dat niet goed. Dus het is allemaal te doen op zaterdag 4 mei. En zondag 5 mei. Ik denk dat ik u nu wel overhaald heb om te komen. Ik kom. Eindelijk. Sowieso. Het heeft Ik maar kom. anderhalf uur geduurd, maar het is gelukt. Ja, ik was eerst echt helemaal niet van plan om te komen, hè, maar je hebt mij echt zo hard overtuigd. Ik zal er sowieso zijn. Ah, wel, dat is goed. En pakt gewoon weer mee. Ja. Nee, super. Ah, wel, Andy. Is er nu iets van, want ik heb echt een lijst van 40 titels gegeven. En comics, als je de titels zelfs niet meer weet, dat is niet erg. Maar is er iets dat je zegt van, ah wel, dat vond ik persoonlijk interessant? Ja, ik vind ja, die Mad comic, dat is sowieso iets van mij. Hè?
Ja, het is wel van die flauwe humor, dat vind ik sowieso altijd wel echt geweldig. Ah, wel zien. En ik heb toch wel wat dingen gezien waar ik de kinderen hun enthousiasme toch zo'n beetje wel wat kan opwakkeren. Ja. Maar voor de rest denk ik ook redelijk conservatief in mijn comics. Dus ik behoud mijn interesseveld vooral in de dingen die ik ken. Ja. En mijn eigen daar zo wat meer in verdiepen dan zo wat nieuwe dingen proberen. Dus Dus jij komt met het, die jij komt Luke met, Skywalker ja. slash Darth Vader dingen dat je mij hebt laten zien, dat wekt mijn interesse wel een beetje. En jij gaat ook met een Snoopy lopen, hè? Dat hoor ik na. Ja, die Snoopy ook wel, ja, sowieso. Ja. Voilà. Ja. Alright, super. Merci Andy om mijn klankbord even te willen zijn. Want Graag gedaan. dat is toch altijd een hele opgave om even naar mijn geleuter te luisteren. Maar zoveel dat je het weet, zit ineens 1,5 uur Meestal vet. doe ik dat op café, dus Ja, weinig verschil. daarom dat we die duivel erbij gehaald hebben. Dus dat is. Ja, anders kan ik dat echt niet volhouden met je Anders zijn mokers. wij echt niet te genieten. Kunnen we elkaar Nee, niet dat nog hier rieken nog zien. Dus ja. ja, super. Nee, dan vraag ik jou en jullie allemaal op zaterdag 4 of zondag 5 mei op Free Comic Book Day 2024. Graag tot dan. Kom je Bye. nog de. Alright, Josie. Yo. Bye.